om 5 uur lekker aan de borrel. Ook niet na te denken hoe duur die cocktail is. Gewoon, hup. Dat was ook iets slecht. Dus af en toe is een all-inclusive best lekker, toch? Dag dames en heren, fijn dat u weer kijkt naar Ron Reijzen, aflevering 2 met als gast Wendelijn van der Leest, historicus. En als ik de bestemming zie waar we het over gaan hebben, dan denk ik ook meteen weer, ja, dat is een historische bestemming, maar dit is een heel ander verhaal. Maar laten we eerst even in de stemming komen. Ja. Een gezellig kopje thee. Want dat wordt daar veel gedronken. Ja, ik geloof het wel. Ben ik nooit zo van de, moet ik nu zeggen, van de hele sterke thee. Want we gaan naar Turkije. En dan denk je nou natuurlijk ook, daar zijn ook natuurlijk heel veel opgravingen. Ja, maar dit was een vakantie die jouw vriend volgens mij voor jou heeft geregeld. Vertel eens. Ja, ik ben zelf erg van het kamperen of de appartementjes huren. Nou, ja. Maar mijn partner wilde heel graag all-inclusive weg. En daar heb ik me toen zo niet mee bezig gehouden dat ik eigenlijk niet zo goed wist waar we heen gingen. Omdat ik eigenlijk ook daar naar opgravingen wilde. En dat was vooral Perge waar ik heel graag heen wilde. Maar waar kwamen jullie terecht? We kwamen terecht in Sidé. Mooi hotel. Prachtig hotel. Ik kan niet anders zeggen. Het was echt een prachtig hotel. En liep je daar rond met zo'n bandje? Ja, ik vrees het wel. Ja? Ik vrees het wel. Die snel verstopte als je het dorpje inliep. Om lekker te eten bij een van de restaurantjes daar. Maar nee, het was. Ik moet eerlijk zeggen dat het eigenlijk heel erg fijn was. Ja, stiekem was het toch wel fijn. Ja, eigenlijk wel. Wat vond je er fijn aan? Nou, ik hou enorm van koken, maar ik merkte op dat moment, het was en echt lekker en heel goed vers eten, maar dat ik 3 keer per dag er niet over hoefde na te denken. Gewoon er naartoe kon gaan. Ja. En wat ik ook zo lekker vind, gewoon om 5 uur lekker aan de borrel. Ook niet na te denken hoe duur die cocktail is. Gewoon, hup. Dat was ook iets slecht. Dus af en toe is een all-inclusive best lekker, toch? Ja, het was eigenlijk lekker op strand gelegen ook. Precies, ja. Maar ben jij een zonaanbidster? Ik vind bijvoorbeeld lekker hardlopen dan wel lekker. Of even op het strand liggen, maar ik ben meer een doener. Dus, maar ik hou wel heel erg van zwemmen ook. Dus maar dat was dus wel een gok van je partner. Ja, nou hij wist wel dat hij het sowieso heel erg naar zijn zin zou hebben. En hij wist ook dat ik er voor die week helemaal akkoord mee ging. Dus nee, dat was. Hij vond het zeker voor herhaling van mij. Ja. Toch, hè? Toch, zie ik je hier weer voor wat oude dingen staan. Nou, ik was op muren, de eerste opgravingen of niet. Ja. Je was even alleen op pad? Ja, kijk, ik was 's ochtends even lekker een rondje gaan hardlopen. Ja. En al heel snel bevond ik me langs een weg met prachtige monolieten en stukken zuilen die ik heel snel kon thuisbrengen als wat hellenistisch en Romeinse archeologie. Mm-hmm. En hoe verder ik liep, hoe meer ik me realiseerde, zeker bij de volgende foto, toen ik door de stadspoort holde, dat ik eigenlijk gewoon een complete Romeinse opgraving voor me had liggen. Ja. Nou, hier dus jouw hart ging weer helemaal open, je ging weer stralen. Ja, precies, ik maakte foto's en die appte ik naar mijn vriend. Kijk nou wat ik vind op mijn eerste dag hier. En hij lag daar met zijn cocktail op het strand en dan, nou prima. Ja, lekker, die zijn van rondje hardlopen. Ja. En vervolgens, ik had gelukkig wel geld meegenomen, kon ik het museum in. En wat echt heel bijzonder was, ik heb vooral veel onderzoek gedaan, veel gewerkt met materiële bronnen en standbeelden. En wat heel slecht in kaart is gebracht, zijn juist de oostelijke gebieden van Europa, van het Middellandse Zeebekken. Mm-hmm. En ik heb heel veel onderzoek gedaan naar standbeelden van vrouwen, omdat het bepaalde macht representeert. Ja. En ik vond hier een hoeveelheid standbeelden die niet bekend zijn in de literatuur. Ja, echt waar. Waarbij ik dus ook inderdaad helemaal flabbergasted. Ik had geen pen en papier. Dat ligt werk voor je. Nou ja, ik ben wel gelijk inderdaad de literatuur ingedoken. En het is met name Frans vakgebied. Mm-hmm. Ja, toch. Ja. Historisch gezien. Maar kunnen we zeggen dat Turkije een goede bestemming is om rust, bijkomen, relaxen, te combineren met toch een stukje geschiedenis? Ja, zeker. Cultuur. En ongelooflijk vriendelijke mensen. Dat moet ik echt voorop stellen ook. Hele prettige, fijne mensen. Heerlijke eetcultuur. Mm-hmm. Ik vind Turks eten ook wel echt heel lekker. Maar de combinatie, het ligt de kust van wat we een vakterm Klein-Azië noemen. En het oosten van het Middellandse Zeebekken is eigenlijk veel rijker qua archeologie, zeker voor de Romeinse tijd en de Griekse tijd, dan het westen. Alleen is daar nooit het geld geweest om dat en plein publiek eigenlijk op te graven. Dus er zijn veel meer kleine opgravingen geïsoleerd. Maar echt prachtig. Prachtig. Ja. Naar welke opgravingen gaan we morgen?
Morgen. Dat weet ik eigenlijk nog niet. We gaan naar Griekenland morgen. We gaan naar Griekenland, naar Delphi. Naar Delphi. Ja, ja. Nou, als u daar meer over wil weten, moet u gewoon morgen weer kijken. Want dan zijn Wendelijn en ik er ook weer. En dan gaan we eens kijken hoe het in Griekenland is. Tot morgen.